Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ja, daar is die weer, daar is die weer. Het is mijn oude intro. Heerlijk, I'm back bitches. Oké, ik heb een hoop dingen uit te leggen, laat ik daarmee beginnen. En voor de rest wil ik het vandaag ook hebben over wat er allemaal gaat gebeuren. En eventjes... klein beetje Black Ops 3 natuurlijk, hè. Daar moeten we ook gewoon eventjes even over hebben. Want, ja. Awesome. Oké. In ieder geval, een maandje geleden ongeveer, toen is mijn laatste video online gekomen. Dit heeft ook een reden waarom ik een maand niet helemaal actief was. De afgelopen periodes, en dan heb ik het over maanden, ben ik sowieso... eigenlijk heel raar bezig geweest met YouTube. Ik heb dingen geprobeerd, ik heb dingen veranderd, ik heb dingen nog een keer geprobeerd en meer dingen veranderd. En uiteindelijk ben ik nu gekomen met waar ik nu ben. Nou, laat ik eerst eventjes zeggen, de reden waarom ik ook een maand geleden voor het laatst heb geüpload is dat ik op een gegeven moment gewoon erg moe en druk was met werk. Misschien niet zozeer druk in de zin van je bent 24/7 bezig. Want ja, een werkdag is gewoon ongeveer 8 uur en soms wat langer. Maar het resultaat daarna was dat ik gewoon ontzettend moe thuis kwam. En ik wilde gewoon niet met de verlepte kutkop voor een camera zitten. Ik had gewoon zoiets van, daar heb ik nu gewoon... geen zin in. En de edit, ik was veranderd naar GL, zeg maar. De edit was gewoon heel lang, waardoor ik eigenlijk ik kon het gewoon eventjes niet aan om dat allemaal te doen. En dat klinkt heel dramatisch, dat is nou ook weer net niet. Maar in ieder geval, toen heb ik eventjes gezegd, oké, ik ga heel eventjes me focussen gewoon op mijn werk. Daarna ben ik 2 weken op vakantie geweest, bam. Even hier bijna een triple killetje mee, of een quad kill, wat is het, triple kill. Maar toen ben ik op vakantie geweest, gegaan en volgende week ga ik weer beginnen, dus is mijn vakantie voorbij. En nu kwam Black Ops 3 uit en was ik met Roy aan het babbelen. En toen begon ons interesse naar Call of Duty eigenlijk weer een beetje terug te komen. Dus wij zeiden tegen elkaar, oké, kom, we gaan gewoon weer Call of Duty spelen. We hadden bij Fish in zijn stream hadden we gezeten en we hadden gewoon weer zin om te spelen. Nou, nu Advanced Warfare is nou niet de beste Call of Duty game die ik ooit gespeeld heb. Maar we dachten, laten we het gewoon een kans geven en we gaan gewoon knallen. En toen kwam deze gameplay eruit, een fucking DNA-bom. Super chill, dan weet je dat alvast. Een DNA-bom. Heerlijk. Lekker 5 maanden geen Call of Duty. Hou in een DNA-bom. Zoals het hoort. Bam. Bitches. I'm back. Maar in ieder geval, ik heb alles weer omgeschakeld naar de Dutch Warrior. En de reden waarom is, ik heb gewoon geprobeerd om compleet een ander concept neer te zetten. Wat ik ontzettend leuk vond om te proberen, maar wat voor mezelf gewoon niet werkte. Dit heeft niks te maken met views, likes of wat voor shizzle dan ook. Maar ik bemerkte gewoon, ik mis gewoon mijn oude stijl. Ik miste gewoon dit. Gewoon het lullen in een fucking microfoon met gameplay op de achtergrond waarvan we genieten. En gewoon vertellen. En gewoon gaan. En dan de ene keer over films. En de andere keer over series. En de andere keer over problemen. En dan een andere keer over games. En het uitleggen van wat de nieuwe Call of Duty gaat doen. Wat ik natuurlijk ook ga doen. Want dat gaat gewoon komen. En dat miste ik gewoon echt heel erg. En ik kreeg continu berichten van super awesome mensen. Van Giel, waar ben je? Waar blijf je? Je was mijn favoriete YouTuber. Ja, zoals ik heb. Ik heb een aantal mensen die vinden dat ik een favoriete YouTuber ben. En dat doet gewoon wel wat met je als je een tijdje niet uploadt. Dan denk je, oké, er zijn mensen gewoon die willen mijn video's zien. En waarom moet ik... waarom moet ik af en toe gewoon... zou dom zijn om te veranderen. Nu is verandering goed hoor, daar niet van. Verandering kan gewoon goed zijn. En soms moet je dingen proberen. Maar één ding wat bij mij altijd leeft is van... je faalt pas op het moment als je gestopt bent. Je faalt pas op het moment als jij... stopt. En dat is iets wat ik niet wil. Ook al gaat niet altijd alles volgens wens of... ik heb altijd zoiets van, ik wil niet stoppen. Ik wil niet dat dit ooit is, zeg van, nou, ik heb ooit eens YouTube gedaan en het is gefaald. Nee, ik wil dat, ik kan zeggen, YouTube
is gelukt. En of dat nou 2000, 8000, 27.000, 100.000 of 1 miljoen subscribers zijn, dat maakt niet uit. Ik wil gewoon echt terugkijken van dit was gewoon echt een succes. Dit heb ik echt met zoveel plezier gedaan. En dit is gewoon leuk geweest. En dat wil ik gewoon weer terug. Daar wil ik weer naar terug gaan. Dat punt had ik bereikt. Dat is een beetje weggegaan. En dat kwam ook natuurlijk door mijn genre, Call of Duty, wat gewoon niet helemaal meer ging zoals wij dat willen. Ik bedoel, ik kan gewoon met liefde MW3 spelen en met iets minder, maar nog een heleboel liefde Black Ops 2. Maar Ghost en Advanced Warfare, dat zijn wel echt de games waarvan ik denk, oh, af en toe. Maar we hebben gewoon gekozen om weer terug te gaan. In ieder geval, ik heb gewoon weer gekozen om terug te gaan. Ik weet dat Roy ook gekozen heeft om terug te gaan, dus die ga je ook snel zien. Kijk hem even, puur Savi. En dan gaan we gewoon weer knallen. We gaan weer gewoon heerlijk lekker video's maken. Ik ga geen bullshit meer doen eromheen. Qua dingen als wat ik deze en deze en Wednesdays. Nee, ik ga gewoon uploaden wanneer ik kan uploaden. Ik ga gewoon video's maken wanneer ik er zin in heb. En wanneer ik wil. Want dat is uiteindelijk wat mijn kracht was, denk ik. Gewoon datgene doen wat ik wil. Met Call of Duty. En veel lullen, veel commentaries. En veel vertellen over wat er gaat komen. Mensen zeiden altijd, je bent de Nederlandse Team Martin. Ja, oké, ik wil niet zozeer de Nederlandse Team Martin zijn. 1 minuut video en dan een volgende video van 1 minuut. Nee, ik wil gewoon uitleggen, wat heb je misschien gemist in het Engels? Bam, dat kan je vinden op mijn kanaal. Dus dat gaat ook komen met Black Ops 3 natuurlijk. En dan komen we bij Black Ops 3. Ik ga nog niet heel veel erover vertellen, maar ik wil zeggen, ik ben op dit moment tevreden met wat ze hebben laten zien. Ik ben nog niet gehyped in de zin van, oh my god jongens, we moeten en het wordt zo'n vette game. Nee, dat heb ik gewoon nog niet. Maar ik heb wel zin erin. En ik heb wel, als ik zo zie, een heleboel positieve dingen gezien. Ik vind de maps briljant eruit zien. Ik ken bijna de maps al. Ik heb de game nog nooit aangeraakt. Ik kijk alleen de video's van Paul en Jan en nog wat andere YouTubers. En ik heb het gevoel dat ik de maps al ken. Dat is zo'n goed teken. Want dat zijn, het is de old school 3-lane en geen bullshit eromheen. Hey, dat ruimte, cool. Dus ik heb daar zin in. Ik vind marathon en unlimited rennen en snel rennen, vind ik briljant dat ze dat in hebben gebracht. Ik vind het echt ontzettend interessant om te zien hoe wij straks specialist people gaan gebruiken, of hoe ze dat willen noemen. DNA is binnen jongens, DNA, ik was blij, het was bijna een bro-DNA met onze chick opportunity. Maar, dus al met al, Black Ops 3, ik vind het tot nu toe erg positief eruit zien. Ik ga nog verder geen, ik ben nog niet gehyped of wat dan ook. Ik ga gewoon langzamerhand alles, zeg maar, soort van analyseren. Kun je terugvinden op mijn kanaal. Gaan we gewoon weer doen, jongens. We gaan gewoon weer beginnen op het hoogtepunt waar het mis is gegaan misschien. Of nou, mis is gegaan waar het een beetje weg is gevallen. We gaan gewoon weer terug en ik hoop en bid en smeek dat jullie mij gaan helpen om elke fucking video te liken en te commenten en jullie feedback achter te laten op de video's. Samen maken we het, niet alleen ik, niet alleen jullie, maar samen gaan we dit gewoon doen. Dus ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Show that with support, with a like, and please subscribe if you haven't already. Later!